Goedemorgen allemaal. Dit zal deze week de laatste vlog worden voordat ik met stop begin. Ik had getwijfeld of ik wel of nog niet wilde vloggen deze week, maar ik dacht waarom niet. Dan gewoon een mega lange week vlog. Maar daar hebben we nog wel gewoon een afsluiter. Ik ben inmiddels lekker wakker. Het is natuurlijk vandaag dinsdag. En ik ga naar de kapper. Jullie zien me bijna niet door de zon. Yes. Ik ga naar de kapper. Ik ga mijn haar laten knippen, want het is heel erg lang en lelijk. Ik ga het niet meer laten verven overigens. Ik ga die lichte kleur uit laten verven en mijn eigen haarkleur weer terug laten komen. Ja. Verder ben ik vandaag niet heel veel van plan. Wel ga ik vanavond met mijn opa uit eten. Voor zijn verjaardag neem ik hem mee uit eten. Maar eerst ga ik naar de kapper en daarna moet ik nog boodschapjes halen. En ik wil even shirtjes halen bij de Action voor mijn stageperiode. Want je weet niet waarmee je in aanraking komt. En ik heb niet zo zin dat mijn kleding dan weggegooid kan worden. Dus dat moet ik ook nog doen. Dus ja, ik ga het even onderweg. Drukke ochtend. Oh ja, wat ik vanmorgen wel heb gedaan, is ik heb Maus naar beneden gebracht. En oh, ik was heel bang. Maar ik heb het toch gedaan. En het viel mee. Ze is niet uitgevallen naar me, ook niet naar de stok. Ja, heel eventjes in de douche. Maar verder is alles helemaal goed gegaan. Dus ik kan er morgen in mijn uppie uit de kooi halen. Mag kopen. Als mijn moeder gaat sporten. Hallo jongens. Ik heb mijn haar geverfd. En niet in de normale kleur. Oh my god. Ik heb mijn haar heel donkerbruin als zwart geverfd. Door het licht zie je dit heel slecht. Maar kijk dan. Het is helemaal donker. Oh my god. Ik vind het zo raar om nu in één keer heel donker haar te hebben. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Wow, dit is echt creepy gewoon. Maar wel cool. Ik heb me inmiddels ook omgekleed. Ik heb vanmiddag ook boodschap gedaan. Ik ben even bij mijn opa en oma geweest. Ook die schrokken van de kleur. Maar vonden het wel heel cool. Ik heb alleen hieronder nog een bruine rand zitten. Dat is wel vervelend. Dus die ga ik zo meteen nog proberen weg te wassen. Verder heb ik geen make-up op. Want ik heb make-up opgehad. En een of andere mascara waar ik dus niet tegen kan. Dus mijn ogen irriteren heel erg. Dus ik ga vanavond wel uit eten zonder make-up helaas. Alhoewel ik heb mijn wenkbrauwen wel gedaan. En voor de rest een beetje concealer op. Alleen niks op mijn ogen verder. Ik heb me omgekleed. Ik dacht van ik hou gewoon lekker de kleding aan die ik aan had. Maar ik denk ik ga me toch omkleden. Ik heb dit strapless jurkje aan. Van de, volgens mij is het van de Vibra of zo. Heel goedkoop, maar gewoon heel leuk. En ik heb dit blouseje erover, zwarte blouseje erover gedaan. Omdat je anders mijn BH-band ziet. Dus ik denk, dat moeten we niet hebben. Dus vandaar dat ik dit zo aan heb. Ik vind het wel leuk. Staat wel leuk. Ik vind het helemaal toppie. En vooral die haarkleur is zo eng, maar zo leuk ook. Het is nu 4:30. Over een uurtje gaan we weg. En gaan we lekker samen met z'n tweeën uit eten. Mijn opa heeft heel veel zin in. Ik heb er heel veel zin in. Ik ga alles betalen. Wat ik aan de ene kant ook heel erg leuk vond. Ik heb nog nooit iemand letterlijk uit eten meegenomen naar een restaurant. Dus ik heb er heel erg veel zin in. Ik ben heel benieuwd. Goedemorgen allemaal. Het is nu vandaag woensdag. Ik ben sta op het punt om weg te gaan. Ik heb dit aan, by the way. Lange rok, shirtje van de Primark. Rok is ook van de Primark, schoenen van de Van Haren. Maar ik ga vandaag met mijn opa en oma naar Scheveningen. We gaan naar Sea Life, we gaan op de pier wandelen, op het strand wandelen. We gaan van alles doen. Dus ik zou zeggen, let's go!
Gisteren was mijn mobiel helemaal vol, dus ik kon niks meer filmen of eindigen of hoe dan ook. Maar ik ben in ieder geval thuis nu. We hebben gisteren een hele leuke dag gehad. Een vermoeiende dag, maar wel een hele leuke dag. Zoals je kan zien zit er hier een papegaaitje op mijn hoofd. En ik heb een handdoek op mijn hoofd gelegd, anders gaat hij waarschijnlijk op mijn hoofd poepen. En dat weet ik niet. Maar ik wilde de video gaan editen en ik zie dat er geen einde is. Dus dat wil ik nu wel even doen. Dus ik bedank jullie voor het kijken naar deze laatste vlog voordat ik hiermee stop. En ja, ik ga het missen. Heel erg missen zelfs. Maar ik hoop wel... maar ik hoop wel dat ik ook wel af en toe de mogelijkheid zou kunnen krijgen om... te kunnen vloggen in die periode. We gaan natuurlijk allemaal eerst zien hoe het gaat lopen. School gaat hierbij ook voor. Dus alle andere dingen zullen even opzij geschoven moeten worden. Maar in ieder geval was dit wel de laatste vlog. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe deze video een blauw duimpje omhoog. Er zullen een aantal video's ook tussendoor nog op mijn kanaal online komen. Dus hou mijn kanaal wel een beetje in de gaten. En dan zie ik jullie eigenlijk gewoon heel erg snel weer bij... Nou ja, heel erg snel... Het is zo standaard om te zeggen. Ik zie jullie hopelijk vlug weer bij een nieuwe video. Doeg!